ook met Thomas Bruel, fysiotherapeut. Vandaag gaan we een OSV doen over een transfer van rugliggen naar zit. Dit is mijn patiënt Timo Kaaien. Hij ligt in een ziekenhuisbed. Hij is lange tijd geïmmobiliseerd geweest. En ik ga nu weer voor het eerst van rugliggen naar zit brengen. Voor het eerst dat hij weer in een andere positie zit of is dan liggen. Nou Timo, hoe is het? Goed hoor. Ja. We gaan je dus even op de rand van het bed laten zitten. Hoe sta je er zelf tegenover? Ja, goed. Ja? Zie je dat wel zitten? Ja. Oké, kan je mij een hand geven? Kan je mij hier ook een hand geven? Dan mag je je handen vastpakken. Hoe, zo? Ja, zo. In elkaar vouwen. Recht boven je houden. Lukt dat? Ja. Kan jij je beide benen buigen? Ja? Ja, ongeveer 90 graden. Ja, zo ja. Kan je ietsje naar de rand van het... Nee, laat maar zitten. Oké, dan gaan we even draaien. Mm-hmm. Op je rechterzij. Ja? Je blijft bij elkaar. Oké, dan mag je even met deze hand hier aan de stang vasthouden. Deze mag je gewoon ontspannen. Mm-hmm. Lig je nu een beetje comfortabel? Ik blijf even staan. Ja, dan wel. Ja, oké. Dan mag je even je benen goed buigen, 90 graden. Gaan we je benen voorzichtig over het bed doen. Ja, dan ga ik je nu een beetje ondersteunen en dan gaan we omhoog komen. Zet je maar een klein beetje af. Ja. Ga ik even naast je zitten. Hoe ging dat? Goed. Ja? Niet misselijk of zo, duizelig? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Dit was mijn OSV van rugliggen naar zit. Heb je nog vragen? Nee. Oké.